Bye. We hebben het over je afstuderen. Okay, toen was je klaar in september 2011. Yeah. Was je toen tevreden? Ja. Of blij? Of gelukkig? Ja, ik was wel blij dat ik het afgerond had. Het was hard werken aan het einde. En ja, goed, er blijven altijd dingen die waarvan je denkt, oh, dat had nog wat beter gekund. Of dat gelukkig had ik kunnen doen. Anders kun je meteen in je kist stappen. Ja, precies. Ik heb net begrepen dat je niet uit de bouwkunderichting komt. Nee, dat klopt. Ik ben ooit wel begonnen bij bouwkunde. En ik ben toen afgezwaaid. De opleiding, het ontwerpen, dat paste niet helemaal bij mij. Ik ben techniek en maatschappij gaan doen. Dat heet tegenwoordig technische innovatiewetenschappen. Mm-hmm. Ik heb wel de technische richting bouw aangehouden. Omdat me dat wel gewoon heel erg interesseert. En in mijn master, Innovation Sciences, die daarop volgde, heb ik nog in mijn keuzevakken planologie opgenomen. Maar ik heb dus een bredere studie gedaan dan bouwkunde, om maar zo te zeggen. En daarna ben je in de Kenwiep-groep verzeild geraakt? Ja. Hoe is dat gekomen? Ik hoorde toevallig via een vriendin. Die werkte bij het energiebureau en die had daar ook mee van doen. Die zei van, goh, ze zijn daar op zoek naar afstudeerders die iets met bouw en duurzaamheid willen doen. En ik had haar verteld dat ik dat wilde. En toen was het, misschien moet je eens gaan praten met Wim Schever. En daar heb ik contact gelegd en die was heel enthousiast. Die zei van, nou, als dat je lukt om daar een opdracht passend in ons format te vinden. Mm-hmm. Doen. Dus, en je bent in september 2011 afgestudeerd? Ja, dat klopt. Innovatie en duurzaamheid, dat is een mooie combinatie. Ja. Vind ik. Dat ook een combinatie met toekomst. Ja. En wat was eigenlijk je basisvraag? De vraag was, op het moment dat een woningcorporatie een goed aanbod doet aan zijn huurders om woningen energetisch te verbeteren. Dus denk aan isolatie, aan dubbelglas, een nieuwe ketel, dat soort dingen. Eigenlijk vrij simpele dingen nog. Ja, maar wel een verbouwing. Maar wel een verbouwing. Ja. En wel heel, heel efficiënt. Het levert heel veel op qua energiebesparing. Nou, op het moment dat je dus een aanbod doet wat goed is voor de huurders. Dat wil zeggen, de verwachte energiebesparing is groter dan de gevraagde huurverhoging. Mm-hmm. Merken veel woningcorporaties dat toch veel huurders nee zeggen. En hoe kun je nou in een manier waarop je mensen die keuze voorlegt, een manier vinden waarop meer mensen daarmee instemmen? Ja, want jij noemt het eigenlijk vrij direct suboptimaal keuzegedrag. Ja. Als je rationeel de beslissing gaat bekijken, dat is wat de besliskunde doet, hè? Wacht even, besliskunde? Ja, oh sorry. Want net was je nog in innovatie en duurzaamheid en nu zit je in de besliskunde. Besliskunde is een onderdeel van de psychologie, die ook wel erg raakt aan wat je in beleid kan doen. Het gaat over hoe mensen beslissingen nemen en op een descriptieve manier. Dus niet zozeer van wat zouden ze moeten beslissen, maar van goh, hoe werkt het nou in de praktijk? Mm-hmm. En dan kijken ze eigenlijk van, goh, als je nou rationeel naar een keuze, naar opties kijkt, wat zou dan logisch zijn om te kiezen? En wat doen mensen in werkelijkheid? Ja. En vaak wijkt dat af. En hoe kunnen we dat dan verklaren? Mm-hmm. Dat is waar de besliskunde over gaat. Mijn eerste afstudeerbegeleider is besliskundige. En ik heb ook die invalshoek gebruikt voor het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag. En die zat binnen Kenwiep ook? Nee, dat is die heb je erbij gesleept. Van Innovation Sciences, van mijn eigen masteropleiding is dat. Ja, en die heeft je tijdens het afstuderen ook begeleid? Ja. Interessant. Ja. Dus je hebt eigenlijk verschillende vakgebieden aan elkaar gekoppeld? Ja, klopt. Nou, dat heeft de toekomst. Ja. Je hebt het over een goede keuzearchitectuur. Je wil eigenlijk bewoners helpen. Mm-hmm. Ten eerste wil je dat de woningbouwvereniging een goed product levert. Ja. Dat is essentieel. Ja. Want als ze er een beetje met de pet naar gooien, dan hebben bewoners groot gelijk dat ze het niet willen. Absoluut, ja. En dat gebeurt in enkele vaak. Gevallen zal het ook zo zijn dat het voor mensen nadelig kan zijn of minder voordelig kan zijn. Mm-hmm. Dus ja, wat ik inderdaad, ik ga er in mijn onderzoek van uit dat corporaties een goed aanbod doen. Dat is natuurlijk aan corporaties om daarvoor te zorgen. Ja. Ja. En ook een aanbod dat voordelig is financieel voor de bewoner. Ja. Niet alleen voor de aarde en de planeet en de duurzaamheid. Ja, precies. Maar de totaal aan woonlasten gaat op termijn naar beneden.
Ja. Dat is je uitgangspunt. Dat is mijn uitgangspunt in het onderzoek. En hier ben ik eigenlijk uitgekomen via de gemeente. Daar sprak ik iemand die was heel erg bezig met de energiebesparing en hoe ze dat vanuit de gemeente kunnen organiseren en kunnen stimuleren. En die zei van, goh, ik merk dat er bij veel woningcorporaties, waar zij dus mee samen willen werken, dat daar een vraag ligt van, goh, hoe krijgen we nou onze huurders zover om mee te doen? Mm-hmm. En via hem ben ik in contact gekomen met diverse woningcorporaties. Ja, en dus er was iemand van de gemeente. Mm-hmm. De gemeente Eindhoven of Brainport heeft de ambitie om in 2040 energie neutraal te zijn. Denk jij dat ze dat gaan halen? Ik denk dat dat heel moeilijk is. Werken ze er hard aan? Daar heb ik eigenlijk niet zo erg een beeld van. Er wordt aan gewerkt, dat wel. Alleen, het is iets wat waar niet iedereen van doordringt is. En dat geldt in veel organisaties. Heel vaak is er een afdeling die zich bezighoudt met duurzaamheid of een paar mensen. En daar moet het ook mee beginnen. En die moeten de rest enthousiast krijgen. Maar zolang het nog een aparte afdeling is het nog een apart onderwerp. Terwijl duurzaamheid eigenlijk overal in verweven moet zitten. Dat moet je in elke beslissing meenemen. Mm-hmm. En bij welke woningbouwvereniging ben je uiteindelijk beland? Bij twee woningbouwverenigingen. Ja. Bij Domein en bij Woonbedrijf. Mm-hmm. Ik heb bij beide mijn onderzoek gedaan. Ik zat dagelijks op een werkplek bij Domein. Mm-hmm. Dus daar heb ik veel meer contact gehad. Maar ik mocht bij Woonbedrijf ook een heleboel enquêtes uitzetten. En ik heb met hun ook tijdens mijn afstuderen contact onderhouden over het verloop van mijn afstuderen. Mm-hmm. Dan heb je eigenlijk drie onderzoeksvragen geformuleerd. Wat beïnvloedt die beslissing? Ja, welke factoren zijn van invloed? Precies. Ja? Hoe zou je mensen kunnen helpen om een betere beslissing te nemen? Mm-hmm. En voor hunzelf optimalere beslissingen bedoel ik dan. En vervolgens, daar volgen aanbevelingen uit. Werken die ook werkelijk? En werkt dat ook? Ja. Ja, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. En een afstudeerperiode duurt een half jaar? Ja, in mijn geval niet. Ik heb er een jaar over gedaan. Mm-hmm. Ja, en dat is bij onze faculteit wel wat gebruikelijk bij onze opleiding. Ja. In principe is het drie kwart jaar met voorbereiding en afstuderen erbij. Goed, ik heb er iets langer over gedaan, maar ik heb ook wel heel veel werk verzet. Ja. Ja. Je hebt eigenlijk een aantal aspecten ontdekt die belangrijk zijn naar bewoners toe. Ja. En daarbij heb je gedeeltelijk de hand in eigen boezem gestoken. Mm-hmm. Of de boezem van de woningbouwvereniging. Ja. Van die zou een aantal dingen helderder moeten maken om bewoners te helpen met kiezen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Als je kijkt naar brochuremateriaal, zoals het nu wordt voorgelegd aan huurders, daar zijn verbeteringen in te treffen. En de ene woningcorporatie doet dat al beter dan de andere woningcorporatie. Maar de dingen die ik gevonden heb, of die ik uit de beslisskundige theorie, vond aansluiten bij deze situatie, hadden te maken met de manier waarop je de tekst van zo'n folder presenteert. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je geeft de voor- en nadelen van de energiebesparende maatregelen. Dat kun je zien als een droge omschrijving, maar dat is het niet. De manier waarop je dat opschrijft is van invloed op hoe mensen erover denken. Mm-hmm. En wat ik een aantal keer heb gezien, is dat eerst de nadelen werden genoemd en daarna de voordelen. Terwijl als je eerst de voordelen noemt en daarna pas de nadelen, mensen veel sneller een positiever beeld bij de energiebesparing krijgen. Mm-hmm. Verder zijn mensen willen heel graag concrete informatie hebben en niet te abstract, zeg maar. Want zodra het concreter wordt, wordt het echter, wordt het duidelijker en dan wordt de keuze daarvoor ook verbeterd, zeg maar. Dat, mm-hmm. Die kans is groter. Ja, en je zegt, je moet de ingreep als een standaard presenteren. Ja. Dat begreep ik niet zo goed. Nou, je kunt zeggen van, goh, we gaan woningverbetering doen, we gaan de keuken aanpakken, de toiletten aanpakken. Het gebeurt vaker dat dat samen gedaan wordt. En als u wilt, kunnen we ook energiebesparende maatregelen nemen. Ja, ja. Maar je kunt ook aangeven, we gaan de woningen energetisch verbeteren. Dat is in uw voordeel, want zo. Dan staat daar een huurverhoging tegenover.
Maar? En als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen. Ja, want dus tegenover de huurverhoging staat ook een verlaging van de energielast. Ja, precies. Mensen zijn er zich niet altijd bewust van hoeveel energie ze eigenlijk betalen. Nee. Lees ik in je studie. Nee, dat klopt. En dat zie ik bij mezelf en dat zie ik bij mensen om me heen. Als je mensen vraagt van, goh, wat is nou, weet je nou wat je energierekening is? Of weet je wat het nou kost om de waterkoker aan te zetten? Of om een lamp een hele dag te laten branden? Dat weten mensen niet. Dat reken je ook niet elke keer af. Maar ik heb een aantal interviews gehouden en daar heb ik bij die mensen heb ik ook gevraagd van, goh, weet u hoe duur energie is? Nou, dat weten mensen over het algemeen niet. Maar als je vraagt, wat betaalt u per maand aan energielasten? Dat weten de meeste mensen wel, of in ieder geval ongeveer. Mm-hmm. En je zegt, veel mensen focussen zich op het heden. Ja, dat doen wij allemaal. Dat is ook fijn. Ja. En dat is ook, niet slecht, zeg maar. Het is ook logisch. Het gaat er bijvoorbeeld om dat je 5 euro nu verkiest over 5 euro over een half jaar. En zelfs ook boven 10 euro over een half jaar. Maar mensen doen dat meer dan je rationeel gezien zou mogen verwachten. Mm-hmm. En dat betekent dus dat ze op het moment dat ze ergens voor moeten kiezen, dat het nu veel belangrijker is dan de toekomst. En met die maatregelen, je moet nu een keuze nemen en daarna wordt het pas uitgevoerd. Bovendien duurt het even voordat je op je energierekening ook daadwerkelijk terugziet dat je energielasten omlaag zijn gegaan. En wat wel soms gebeurt, is dat er een afspraak wordt gemaakt met het energiebedrijf dat ook de maandelijkse energielasten direct omlaag kunnen. Waardoor het effect directer is. Dan is het makkelijker uit te leggen. Ja, en er bestaat ook een woonlastenwaarborg. Daar staat de Woonbond en de overkoepelende corporatieorganisatie EDAS. Die zijn daar ook voor. Die hebben dat samen ontwikkeld, mm-hmm. of in ieder geval gepromoot. En die zegt dan eigenlijk, we gaan die maatregelen nemen tegen een bepaalde huurverhoging. En na een jaar gaan we evalueren of dat de gemiddelde energiebesparing in de wijk inderdaad dat is wat we van tevoren hebben vastgesteld. Als dat niet zo is, dan wordt een deel van die huur teruggegeven en dan wordt de huurverhoging omlaag getrokken. Mm-hmm. Ik wil het nou even over je brochures hebben. Ja. Dit zijn ze? Ja, de bovenste twee. Ja. Ik begrijp dat je 1400 gezinnen hebt benaderd. Dat klopt. Echte gezinnen. Of alleenstaande of stellen. Ja, gewoon. Nou, er zijn ook afstudeerders die virtueel mensen benaderen of mensen virtueel maken. Nee, dat niet. Nee, het zijn allemaal huurders geweest van ofwel domein ofwel woonbedrijf. En die heb ik allemaal een voorbeeldbrochure gestuurd. En kun je die even laten zien? Ja, dat kan ik laten zien. Dit is er één en dit is er één. Mm-hmm. Die lijken erg op elkaar. Er zit wel een verschil in. Dat heb ik natuurlijk bewust gedaan. De brochure lijkt op brochures die normaal gesproken voor onderhoud worden gegeven. We beginnen met een inleiding van, goh, we gaan aan de slag met uw woning. Nou, wat gaan we dan doen? Ik heb daar onderhoud en keuken, toilet en badkamer bij genoemd, omdat dat vrij gebruikelijk is. Dan energiebesparende maatregelen, kort aangeven wat ze inhouden. En dan komt eigenlijk wat voor mij belangrijk was. Wat betekenen die energiebesparende maatregelen nou voor een huurder? En in de andere is de eerste pagina identiek, de tweede en derde pagina ook. Maar die laatste, die is anders. Dan zit het ook direct, het plaatje staat andersom. En daar is dus te zien, wat ik zei, dat in het ene geval, moet ik even kijken, bij deze eerst de voordelen worden genoemd en daarna pas de nadelen. En bij deze andersom. En dan heb ik ook nog, in het geval waar de voordelen eerst worden genoemd, heb ik de voorbeelden concreter gemaakt. Dus heb ik de uitleg specifieker gemaakt. Mm-hmm. Dus om een voorbeeld te geven. Nou, bijvoorbeeld bij de ene staat een kopje over comfort. Mm-hmm. Dan staat, als u meedoet, verhogen de maatregelen
voor een woning. De isolatie zorgt ervoor dat de woning langer op een aangename temperatuur blijft. Doordat we de nieuwe kozijnen kierdicht aanbrengen, kan er geen tocht meer langs de ramen komen. Dat is de summiere uitleg en de minder positieve uitleg, om even zo te zeggen. De andere is verhoging comfort. Daarnaast verhogen we, dat is dus nadat de rest wordt genoemd, daarnaast verhogen we de maatregelen het comfort van uw woning. Isolatie zorgt ervoor dat uw huis langer op aangename temperatuur blijft. Dus hetzelfde. In de winter koelt het minder snel af, in de zomer warmt uw huis juist minder snel op. Dus dat is een verdere uitleg daarop. De nieuwe beglazing isoleert beter dan het huidige dubbel glas. Ter vergelijking, de energiebesparing door de stap van gewoon dubbel glas naar HR++ glas is bijna even groot als bij vervanging van enkel glas door dubbel glas. En dat is iets wat veel mensen wel iets zegt. Heel veel mensen denken, oh, enkel glas moeten we niet meer hebben. We moeten wel dubbel glas hebben. Maar dat HR++ glas, dat ziet er zelfs uit als dubbel glas. Dat nog eens hetzelfde, nog eens die verdubbeling oplevert, dat beseffen veel mensen zich niet. Maar wat ik wel ook nog heb gedaan, is een inlegvel gemaakt. Die heb ik nu even niet bij me. We hebben dat geloof ik meteen. Pas, maar die er dan bijgevoegd werd met een individuele besparing. Ja, ja. Dus een persoonlijke benadering. Ja. Het is een suggestie. Het was fictief. Dus wat het suggereerde was dat mensen vooraf al gegevens hadden opgegeven. Dat daar aan de hand van die gegevens een individuele berekening was gemaakt. Dus staat er in deze brochure staat er wel wat er gemiddeld verwacht wordt. En dan staat er gewoon een bedrag. Dus even kijken. In het geval met waar de voordelen ergens genoemd worden, staat voor de woningen in uw buurt is de verwachte gemiddelde besparing per woning €390 per jaar. Per maand is dat €32,50. Om een indicatie te geven. En even kijken bij de wat minder specifieke variant. Dus zeg ik alleen, volgens berekeningen is de energiebesparing in de meeste gevallen hoger dan de huurverhoging. Dus op zich nog vrij abstract. Dus dat is, ja. Ja, dat is onduidelijker. Nou kreeg je heel erg veel, het is een fictieve toezending natuurlijk, ja. Dat weten mensen ook. Ja. Veel mensen hebben daar heel positief op gereageerd. Ja, dat klopt. Een kwart heeft ze ingestuurd, geloof ik. Ja. In ieder geval ingevuld. Mm-hmm. En daarvan was een erg substantieel deel voor de verbetering. Ja, het was ongeveer 50% zei dat ze zeker mee zouden doen. En nog eens bijna een kwart, want ik heb het op een schaal gevraagd, zeg maar van 1 tot 5, mm-hmm. gaf de rating 4, zeg maar, dat ze waarschijnlijk mee zouden doen. Mm-hmm. Dus dat is statistisch gezien wel verdacht veel? Of niet? Nou ja, goed, een woningcoöperatie zou een gat in de lucht springen, want als 70% van de huurders toezegt, dan acht de wet het een redelijke maatregel en dan kun je het de andere bewoners opleggen dat zij ook mee moeten doen. Nou, staat er in je studie ook nog iets over inkomen? Relatie tussen beslissing en inkomen. Dat klopt, ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik heb natuurlijk niet alleen gevraagd of mensen mee zouden willen doen, maar nog een heleboel andere variabelen bevraagd om te kijken of die van invloed zijn. Dus voor de lage inkomensgroep had de brochure een significant positief effect. Ja. En ook een vrij groot positief effect. De verbeterde brochure? Ja. Nou, wat ik wel leuk zou vinden om te noemen, en dat heb ik helaas, want dat is dus uit mijn theorie. De eerste twee vragen heb ik daarvoor wel kunnen beantwoorden. Of het werkt, helaas niet. Maar wat ik zelf wel heel interessante ideeën vond, is, waren eigenlijk twee ideeën. Die allebei gingen over de focus verbreden, waar we het net ook even heel even over hadden. Mensen zijn gefocust op het heden. Dus je zou iets kunnen verzinnen om mensen meer over de toekomst te laten nadenken. Door ze gewoon voor te rekenen wat het ze in de toekomst oplevert. En dat je ook een grafiekje kan laten zien dat het verschil eigenlijk tussen de huurlasten en energielasten steeds groter wordt. Ja, want het verbaast me dat dat niet in je brochure staat. Nee, dat klopt. Dan kan niet iedereen de grafiek lezen. Nee, dat was een bewuste keuze, omdat dat een aparte conditie in mijn onderzoek was. Dus ik had eigenlijk 8 groepen. Waarvan er 4 de basisbrochure kregen en 4 de verbeterde brochure. Dan kregen daar elk 2
kregen geen inlegvel en de andere vier wel. Ja. En dan had ik ook nog een website waar mensen naartoe konden voor aanvullende informatie. Maar die is niet zo vaak gebruikt. Die is niet zo vaak gebruikt, dus daar heb ik helaas geen statistisch onderzoek op kunnen doen. Nee, dat is jammer. Ja, en daar stond dus die uitleg met die grafiek op. En daar stond ook een vergelijking met andere energiebesparende maatregelen die voor de meeste mensen wel bekend zijn. En het mooie was, dat waren dingen als gloeilampen vervangen met spaarlampen, korter douchen, de verwarming gaat omlaag, dat soort dingen. En daar had ik er een stuk of 8 van, geloof ik, misschien wel 10. En als je die allemaal bij elkaar optelde, dan kwam je nog steeds niet aan hetzelfde als wat de isolatiemaatregelen zouden opleveren. Ja. En ik denk dat dat soort grafieken voor mensen ook heel sterk zouden werken. In ieder geval het verhaal. Ja. Dus je kunt natuurlijk ook naar de mensen toe gaan en het verhaal vertellen met een beeldende lezing of zo. En voorbeelden geven, want daar gaat het voor mensen misschien meer leven. Mm-hmm, dat klopt, ja. Dat verschilt erg per wijk en dat is ook wat ik hoorde. Van het is zo'n verschil in welke wijk je komt en wat voor reacties je krijgt. Ja. En dat is iets, daar heb ik me met mijn onderzoek niet op gefocust. Dat is aan de woningcorporatie. Er zijn heel veel factoren van invloed die ik niet onderzocht heb. Maar in mijn aanbevelingen aan de corporaties heb ik wel geschreven van, goh, het gaat niet alleen om die voorbeelden die ik geef van hoe je dat kan doen, maar gewoon het idee dat je de focus verlegt van deze maatregelen naar dingen die mensen kennen, dat kan op allerlei manieren. Dat kan dus inderdaad ook in een er wordt meestal een presentatie gegeven voorafgaand aan die maatregelen. Dat is een bewonersavond, wordt dat genoemd. Daar wordt iedereen uitgenodigd. Nou, op zo'n bewonersavond kun je dat doen. Of je kunt gewoon de wijk in gaan, met mensen gaan praten. Ja, dat helpt. Een modelwoning. Ja. Dus zeg maar één woning die op dat moment niet verhuurd is, alvast helemaal zo inrichten. Of daar samples neerleggen van hoe gaat het eruit zien? Hoe wordt het nou eigenlijk? En je kunt de straatcompetitie inrichten natuurlijk. Wie bespaart er het meeste energie? Ja. Ja, met een cadeautje van de woningbouwvereniging? Ja, er zijn wel initiatieven in dat soort dingen. Er zijn corporaties die allerlei dingen bundelen of die in verschillende wijken verschillende dingen proberen. We hebben het over je afstuderen. Okay, toen was je klaar in september 2011. Ja. Was je toen tevreden? Ja. Of blij of gelukkig? Ja, ik was wel blij dat ik het afgerond had. Het was hard werken aan het einde en er blijven altijd dingen die waarvan je denkt, dat had nog wat beter gekund of dat gelukkig had ik nog kunnen doen. Anders kun je meteen in je kist staan. Ja, precies. Maar daar was ik wel tevreden mee. En ik heb mijn verslag ook aan alle mensen die ik heb gesproken voor mijn afstuderen, heb ik ook toegezonden. Ben je er ook mee de boer op gegaan daarna, naar woningbouwverenigingen? Naar Trudeau bijvoorbeeld? Of naar? Nee, dat heb ik niet gedaan. Want? Ja, dat heb ik eigenlijk niet zo heel erg. Want je zat er middenin. Ja. En Trudeau heeft bijvoorbeeld een uitgebreid woningbezit. Mm-hmm. Een hele gekke directeur hebben ze. Dat klopt. Hele leuke directeur is dat, ja. Maar toen was je klaar. Ja. En toen wist je het even niet. Toen wist ik het even niet. Wat heb je toen gedaan? Toen kreeg ik een uitnodiging van Milieu Centraal. Ik heb met hun contact gehad over mijn afstuderen. Dus hen ook mijn afstudeerverslag gestuurd. En nou, dat vonden ze interessant. Ze dachten, we hebben nog wel een interessante onderzoeksvraag op de plank liggen. Mm-hmm. Misschien is dat wat voor Rianne. Dus toen hebben ze mij benaderd. En dat leek me inderdaad wel wat. Dus dat ben ik gaan doen, 4 maanden lang. December tot en met april. En dat ging over energieambassadeurs uit eigen kring. En de kansen om die in te zetten als als manier, als methode voor gedragsverandering. Maar na die 4 maanden is er geen vervolg gekomen? Nee. Toen was het onderzoek klaar? Toen was mijn onderzoek klaar en Milieu Centraal steunt voor een groot deel op subsidies. Ja. Zoekt ook veel contact met het bedrijfsleven, maar vorig jaar hebben ze flink moeten inkrimpen. En er was gewoon geen ruimte om mij daar verder aan de slag te houden. Wat zou je graag, want ik begrijp dat je nu geen werk hebt. Nee, dat klopt. Nou, vandaag heb je gewerkt, maar dat is niet het werk van je dromen. Nee, precies. Ja. Wat zou je graag willen? Waar ben je goed in? Waar ben ik goed in? Wat heb je de mensen te bieden? Ik ben goed in
contact met anderen. Ik kan heel goed luisteren, heel goed invoelen. En ik ben me heel erg bewust van dat verschillende partijen verschillende belangen hebben. En ik zoek graag een match. Ik breng graag mijn spel bij. Dus ik zou heel graag een functie willen waarin ik in een team met externe werk of een netwerkfunctie, zoiets dergelijks. Ik ben erachter gekomen dat ik geen onderzoeker ben. Ik heb natuurlijk mijn afstudeeronderzoek gedaan. Ben je wel in zeer. Ja, dat klopt. Dus je kunt uitstekend analyseren. Ik kan het ook. En ik vond het ook heel fijn om data-analyse te doen in mijn afstuderen. Daar hou ik heel erg van. Maar ik wil dat niet alleen doen, omdat het vrij eenzaam werk is. Ja. En, dus je zoekt ook gezelligheid. Ja, en teamwork. Ik heb dat nodig om gemotiveerd te blijven, om gedreven te blijven. Ik haal daar heel veel uit contact.